Dit jaar wordt Open Monumentendag voor het eerst georganiseerd door het Cultuurhistorisch Platform. Dit is een samenwerkingsverband van 15 organisaties uit de gemeente Genep die op de een of andere wijze met cultuurhistorie te maken hebben. Het grote aantal stichtingen en verenigingen is op zich al een aanwijzing voor de bijzonder grote cultuurhistorische rijkdom van onze gemeente. Het platform wil door het bundelen van krachten deze rijkdom zowel voor de eigen burgers als voor de bezoekers zichtbaar maken. En Open Monumentendag leent zich daar uitstekend voor. Het landelijk thema voor Open Monumentendag is dit jaar macht en pracht. En omdat het weekend van Open Monumentendag samenvalt met de Kermisto, is er naar gestreefd om het thema zoveel mogelijk te koppelen aan de Kermisto. De macht van onder andere de groeiende keramiekindustrie betekende in de 19e eeuw het einde van de regionale ambachtelijke pottenbakkers. In onze regio gingen we na verloop van tijd op industriële wijze baksteen en bloempotjes vervaren. Museum de Jacobsladder getuigt hier nog van. Een deel van de potjesbakkers kon de creatieve neigingen niet bedwingen. En zo ontstond het Milsbiksbond. De volgende logische stappen waren het Noord-Limburgs Pottenbakkerscollectief en natuurlijk de Kermisto. Het Cultuurhistorisch Platform heeft in de drie kernen Genep, Ottersum en Milsbeek een groot aantal tentoonstellingen, wandelingen, rondleidingen, filmpresentaties en een boekenmarkt georganiseerd. Dit alles wordt aan elkaar gekoppeld door een fraaie fietsroute die de drie locaties en het Genep-huis met elkaar verbindt. In Genep wordt u het volgende geboden. Nou, volgens mij is het veel te veel om op te noemen. Maar om te beginnen, als we een beetje in de kern een beetje beginnen te zeggen, zouden we bij de Protestantse kerk. Die bestaat ongeveer 350 jaar. En dan kun je het interieur bekijken en ook nog een stukje geschiedenis hangt aan de muur, heb ik begrepen. En van daaruit kun je dan Petershuis kiezen. In het Petershuis hebben we in de oude gewelven onder het gebouw. Is in verband met verbouwing is het beneden, keramiek te zien van Genep en de omgeving. Van daaruit kunnen we naar de Elhofmanplein, komt bij de bibliotheek uit. Er zit ook een keramist van de tramhalte. En als we dan daaruit verder lopen, komen we dus bij het stadhuis terecht. Dan kunnen we daar via de achteringang kunnen. Ik zeg altijd de spelonken van het stadhuis, de oude gewelfkelder. Waar we nou zijn. Waar we nou zijn. Ja. Dus daar laten we eigenlijk drie zien. Er wordt al bij de stadswandeling meegenomen. Hetgene wat in deze afdeling staat, is rond 2009 opgegraven bij het Genepperhuis. Dus in een van de kroonwerken is het een afvallaag geweest. Daar zijn we hier aan het puzzelen, het samenvoegen. Romeins aardewerk staan van de villa. En we hebben wat plattegronden van de oorlog aan de muur hangen. En ook gravures hebben we ook nog aan de muur hangen. Dat de mensen een beetje een beeld krijgen wat we hieronder doen. Dan gaan we vanuit de kelder gaan we dus naar de eerste verdieping toe. En dan kunt u beeldmateriaal zien van de processie van Genep van die cultuurhistorische kring. Die zitten daar. Mm-hmm. En die laten verder van de omgeving alles zien. Maar de processie is heel leuk. En dan hebben we al beelden van vroeger ook. Ja. En als we daar weer vandaan komen, dan kunnen we naar de Martinestoren. Die is ook ingericht en zelfs als je binnenkomt kun je eigenlijk als het ware in de vroegere beelden kijken hoe de kerk vroeger van binnen was. Dat zouden ze daar projecteren. Het was eigenlijk te veel om op te noemen, maar we zijn de cultuurhistorische filmpjes vergeten op de eerste verdieping. En die zijn ontzettend mooi gemaakt. Dus er is tevens ook nog een boekenmarkt in het stadhuis en we hebben natuurlijk de stadswandeling. We hier op het Genepperhuis gewoond hebben. U hoort het, er is ontzettend veel te zien. De route gaat vervolgens naar Ottersum. Ja, nou, er zijn inderdaad twee dagen, 14 en 15 september. Wij organiseren alleen hier traditioneel op zondag 15 september. Er zijn er diverse dingen te doen. Op de eerste plaats in de kerk, daar worden de schilderingen en het glazen loodwerk van Daan Wildschut getoond door de Stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Daan Wildschut werd geboren en dat is een reden om hier extra aandacht in te schenken.
Na de ochtendviering in de kerk, vanaf 12 uur zijn er in de kerk rondleidingen. Maar men kan ook op eigen houtje kijken naar de schilderingen die met schijnwerperspeciaal zijn uitgelicht. Dat is één. Daarnaast is er in de pastorietuin, die pas gerenoveerd is, is er een tentoonstelling van Pieter Arts, doopsgenoot, die schitterend keramiekwerk maakt. Die heeft een aantal keramiekstukken de hele dag kunnen daar bekeken worden. Dan is er op de markt zelf hier, op het Radersplein, is een streekmarktje. Daar staan mensen die streekproducten verkopen. Daar valt lekkers te proeven. Daar staat de VVV. Daar staat de IVN. Die van hieruit twee wandelingen naar het Niersdal begeleidt en zo. Ook heel leuk. Hier vlakbij aan Stepke. Dat is een atelier van de zusjes Gertsen. Joos is geheten, die hebben open huis. Daar speelt ze met het ook een band, Rechttreffer. Heel leuk ook om naartoe te gaan. En heel bijzonder, want wij maken hier ook een knipoog naar de regio van de smaak. En daarom organiseren wij hier op dit Raadhuisplein een taartenbakwedstrijd. Onder het motto Heel Ottersen bakt. Tot 1 uur die zondag kunnen jong en oud hun taarten inleveren bij Logement de Reiziger. Daarna gaat de jury aan de slag om 15:30 de prijsuitreiking. En daarna is het uiteraard taart eten. Leuk. Dat doen we allemaal in Ottersen. Leuk. Van Ottersen gaat de route naar Museum de Jacobsladder in Merzbeek. Hier wacht u een bijzondere tentoonstelling. Wij organiseren heel veel activiteiten. Dat wil zeggen onder andere ook het kleinmappen waar we mee bezig zijn voor de Stonehenge gebeuren. Ik heb nu een verzameling weer gedaan voor de Open Monumentendag. Het thema is macht en pracht. Dus ik haak in op dat pracht dat mensen uit Gennep en omstreken hun verzameling hier tentoon kunnen stellen en te laten zien wat ze hebben. Dat is dus dat verhaal. Het andere verhaal is de activiteit om ook verzameling van andere mensen. Aan de hand, Henk Jansen heeft hier een aantal producten staan. En zo hebben we dus zeg maar iedere keer een doorlopende voorstelling op het gebied van keramiek. En dat is alle twee de dagen? Dat is allebei de dagen. Ook daarna, het weekend daarna, tot 18 oktober, is het zaterdags en vrijdags is het van 1 tot 5 geopend. Er wordt momenteel aan de Rijksweg wordt er gewerkt. Zijn jullie ook bereikbaar tijdens de Open Monumentendagen? Nou, het is dus echt heel goed te bereiken. Zowel van fiets als met auto en lopend. Open Monumentendag is in het weekend van 14 en 15 september. Het programma is op meer dan 30 plaatsen verkrijgbaar. Waaronder in de bibliotheek en in het gemeentehuis. Alles is gratis toegankelijk.